Yo mensen en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag staan we in de keuken en gaan we iets lekkers maken. En dat kan natuurlijk maar één ding zijn. Een lekkere burger. Een officiële Wouterburger. Een echte Wouterburger, hè? Originele Wouterburger. De smaken van Wouter hebben we gebruikt en daar natuurlijk voor je dieet wat voedingstechnisch wat aanpassingen gemaakt om gezond mogelijk te maken. Dat is goed gelukt, toch? In verandering met een andere normale burger zit een burger gemaakt met magerhakt. In plaats van de dikke vette mayonaise gebruiken wij yoghurt. En speciaal Wouterburger, die houdt van een pikante burger. Ja, een beetje sambal denk ik. Ja, voor de rest zit er even 100 dingen in. Zullen we maar boodschap gaan doen en de spullen gaan halen? Hier heb je lijst en succes. Gaan we jouw taxi? Ik heb nog geen rijbewijs, dus ik ga niet rijden. Dat heb ik gehoord trouwens in de video. Ja. De winkel wilde helaas geen reclame. Ongelooflijk. Dus we moesten alle beelden verwijderen. We hebben alles lopen filmen, moesten alles verwijderen. Oké, gaan we eerst even alle ingrediënten doornemen die we uiteindelijk gekocht hebben. Vleestomaat, sambal, mager, eieren, gehakt. Nee, mager rundergehakt. Dat is gezond. Paneermeel met kroket op de voorkant, maar we gaan geen kroketten maken uiteraard. Avocado's, kaas, 20 plus, belangrijk, eikwerksla, uien, limoen, augurken en heerlijke Italiaanse bollen. Waar gaan we beginnen? Met de saus. Nee jongen, handen wassen jongen. Hij had dit voorbereid, hè? Hij had dit voorbereid dat hij expres zou vragen van wat gaan we ons doen? Dan kan hij weer een grapje maken. Dat is echt handig net, dat komt niet uit. Nee, niet. Het is allemaal gekke zooi mee, je moet het er vanaf of niet? Weet je wat ik nou geleerd heb van mijn vader? Ja. Je moet geen troep op je aanrecht krijgen. Wat? Dus je moet gelijk je spullen weggooien die je niet meer gebruikt. Maar je hebt na het koken geen zin meer opgeruimd. Nee, maar dat is handig, want je moet je keuken vrij hebben. Oké, maar we gaan ze uitpersen nemen. Krijgt hij nou knoflook, joh? Ja, dat is toch logisch dat ik een tintje heb mee. Wat wil je allemaal in je saus hebben? Je wil limoen, knoflook, sambal, yoghurt, avocado. Maar dat gooien we gewoon allemaal in de blender. Die duurt lang, hoor. Ja, jij hebt het verzonnen. Yoghurt. Je hoort niet eens even schudden. Ik heb alles in. Doe je er gewoon een liter yoghurt doorheen? Is het een liter? Je weet toch niet alles te gebruiken? Oh man. Ja, je hebt mij voor gek te zetten, maar ga hartstikke goed. Straks als je gaat proeven, moet je ook eerlijk zijn of je het lekker vindt. Natuurlijk, tuurlijk ben ik eerlijk. Ik hoop dat het lekker is. Waarschijnlijk vind je het weer lekker en dan zeg je kom eens een keer maken voor me. Iets meer. Maar wel een beetje pit. Oh. Dit is gewoon op 500 liter, dat is niet zoveel. Het is, bijna op een hele liter yoghurt, hè. Ja, verzin maar wat leuks. Oké, okay. Weer een lekkere grote schijf. Pitting, hè, weet je? Ja, dat weet ik wel. Dan heb ik hem er nu uitgehaald. Wist ik helemaal niet. Hij zit vast. Advocado, dat schraap je eruit. Advocado, ja, ik zeg het wel fijn. Ja, je moet dat zachte deel, dat is lekker voor mij. Je wordt een saus, jongen, dat wil je niet weten. Lekker gezond en nog eens lekker. Daar staat hij onbekend, hè, de Wouterburger. Ja. Dat hij lekker gezond is. Even weggooien. Goed zo. Dit is pas één avocado. Ja, maar één, twee. Op het lijstje stonden twee avocados. Dikke avocado. Oh, ik zei weer avocado. Ja, jongen. Mag ik even erin kijken? Nee, nog niet. Oh. Dat is geheim. De kijkers moeten het even na kunnen doen. Trouwens, alle ingrediënten komen uiteraard in de beschrijving te staan. Oh. Valt mee. Valt mee, maar je weet niet wat eronder zit. Dat hebben we niet gefilmd. Ik zit er wel lekker uitzien. Het ziet er wat meer vloeibaar uit dan ik verwacht had. Ik denk dat hij nog even in moet. Of misschien meer yoghurt. Hij is wel een beetje dun, denk ik. Anders doe ik er gewoon nog wat advocaat bij, want we hebben er advocaat. Ja, we kunnen hem. Kijk, hij is iets te vloeibaar, dus we moeten iets dikker maken met avocado. Dus hier. Hey, zou ik hem anders alvast de broodjes een beetje klaargemaakt? Maar ja, anders moeten we straks weer doen, hè? Nee, ik moet toch mijn eigen opmaak van mijn eigen broodje, vriend. Dan kan jij het zeggen, dan doe ik het wel. Als jij nou alvast gewoon lekker de hamburgers het gehakt een beetje in komt. Dan ga jij maar kneden, ja. Ga jij even lekker kneden? Hoef ik dat niet te doen. Saus maken is eigenlijk het leukste. Dat is dingetje onder dat gehakt, dat moet er af toch? Ja, een soort plastic. Dat is plastic. Ja, dat is niet soort plastic. Dat is... En dan weet dat hij grappig doet met mij met mijn avocado terwijl het avocado is. Terwijl hij zelf niet eens weet dat plastic van iets af moet. Dus er zat echt veel avocado bij. Nee. Ja, dit is goed. Dit is goed bewegen. Is dit goed? Ja, nu is het echt een stuk werk geworden. Nee, dit is mooi. Mooi. Egale saus. Maar de structuur is echt goed. Ja, echt wel goede sausstructuur. Hij is luchtig. Romig, salsa. Ja, zeker. En hij heeft een goede, pittige nasmaak waar ik van hou. Ondanks een magere saus, is het toch volgens mij. Ja. Dus hij is? Top. Goed gekeurd. Helemaal super. Ik ben trots op je man. Ja, jij maar praten. En dan de saus gewoon wereld. Oké, de saus is klaar. Jazeker. We gaan nu voor de burger. Kun je even stapsgewijs uitleggen hoe dat werkt? Nou, onze grote vriend hier gaat lekker kneden. We doen peper en zoutkruiden eroverheen. Omdat in de saus al wat sambal zit. Waardoor die al vrij pittig is, de saus. Anders wordt het misschien een beetje too much. We hebben alvast tomaatjes klaar liggen voor over de burger. Lekker wat ijsbergsla, rode uitjes. Ik denk dat het een pittig burgertje wordt. Ik ben ook een pittig ventje. Ja. Dit mag je even niet filmen. Denk.
Oh, zien jullie dat? Dat is echt een chef. Zomaar gevoel, weet je. Ah, kijk zo mooi. Perfect. Wat doe jij? Misschien denken jullie wel, wat gooi je voor olie op? Maar dat is Sansa-olie. Dat is olijfolie, dat is heel gezond. Word je gesponsord of zo? Nee, niet goed gepandeerd. Maar... opruimen. Wat is dit? Pak een stopje en blikken, opruimen. Wat is hier gewoon? Ja, wat er eigenlijk gebeurd was, we hebben het dartvoorhoog genomen en hij had eigenlijk het hardgekookte eitje, hebben we omgewisseld en BAM! Dat niet gekookte eitje. Dat niet gefilmd helaas, maar we hebben eigenlijk genaaid en hij zou eigenlijk niet de lul zijn. We hebben hier een zooitje van gemaakt. Hij stijgt op. Zo wordt hij spectaculair. Mijn hamburgers zijn spectaculair. Nee, geen spectaculair. Ik ga ook even zo. Payback time. Dit heeft hij zelf verzonnen. Je hebt net heel de keuken schoongemaakt. Dit is echt een pauper ben geworden. Kom niet bij de kraan, gooi je kop erop. Ik vertrouw hem niet. Nee. Hij heeft er al twee naar gegooid. Waar zou je er nog één doen? Heb ik hier nou aan verdiend? Huh? Harder. Iets te hard. Ik zei al, ik kan dit niet. Ik heb echt medelijden met jullie. Heb je daar olie in gedaan? Wat denk je dat er gebeurt met de eieren als je geen olie in doet? Oh! Ja, bijna. Hij is geflipt. Maar dan doe je zo je best voor je Wouter Burger en dan moet je hiermee werken. Dit is oprecht kunst. Ik ga het even niet van mezelf. Mooi hoor. Ben je er blij mee? Ik ben er heel blij mee. Zijn jullie er blij mee? Zeker. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Het is een heerlijke burger geworden. Ik moet niet opnemen, maar helemaal goed gedaan. Ben je mijn neus ook nog? I'll save it for later. Wil je nou hem ook maken? Alle ingrediënten staan in de beschrijving en dan kan je ook deze gezonde burger namaken. Maar de saus is natuurlijk wel een geheim recept, want dat maakt wel echt de burger. Nou, die komt er niet in de saus. Dat is geheim recept. Of voor hem erin zetten, dan mag het van mij. Ja, ik wel. Mensen moeten het na kunnen maken. Of je kijkt de video nog één keer helemaal goed na, dan weet je ook precies hoe... Maar vergeet zeker niet te abonneren op het fijne YouTube kanaal. En wij zien jullie weer volgende week bij een nieuwe video. En Wouter, dankjewel voor het meedoen. Geen probleem, jongens. Hey,